Het gemeentearchief van Amsterdam aan de Amstel. Wie iets wil weten van het verleden van de hoofdstad, vindt hier altijd wel iemand die bereid is hem ervan te vertellen of hem archiefstukken te tonen die soms honderden jaren oud zijn. Wij ontdekten er zo de geschiedenis van Carré. Carré werd gebouwd aan het einde van de vorige eeuw. De raspmolen, de Eendracht en vele huizen moesten ervoor wijken. 60 jaar geleden begon Oscar Carré er zijn eerste circusvoorstellingen. Programma's en affiches uit die tijd vertellen ervan en ze gunnen ons ook een blik op de publieke smaak van die dagen. Later vertellen ze ook van revues en operettes. Nu, bij het 60-jarig bestaan, heeft Carré het circus weer binnen zijn muren. We zijn er een dag op bezoek geweest. Het werk van de circusmensen begint al vroeg in de morgen. Bobby en Axel en Kiki en hoe ze allemaal meer heten krijgen haver, vers stro en hun dagelijkse poetsbeurt. Even verder wordt de inwendige tijger versterkt. Weer wat verder zijn acrobaten aan het oefenen. Ze moeten bijblijven, zoals dat heet. En dat kan alleen bereikt worden door aanhoudend repeteren. De circuskinderen krijgen hier hun eerste lessen. Brandje Beer is het alleen begonnen om de klontjes. We dwalen verder. In de piste draven de paarden, terwijl rondom de arena de hoezen nog over de stoelen liggen en schoonmaaksters druk in de weer zijn. Van de romantiek van het circusleven geen spoor. Als de voorstelling nadert, worden in de stallen de paarden opgetuigd, de artiesten verkleden en schminken zich, het orkest neemt zijn plaats in en dan, Hoogeerd publiek, de voorstelling begint! In een verbijsterend tempo wordt de vertoning afgewerkt. In een paar minuten is voorbij wat maanden aan intensieve oefening heeft gekost. Het hooggeëerde publiek vermaakt zich en is schul met zijn applaus. Zestig jaar geschiedenis van een Amsterdams gebouw. De archivaris van de gemeente kan aan zijn uitgebreide collectie in die map van Carré een nieuw programma toevoegen. Misschien ontdekken andere filmoperateurs dit programma over nog eens 60 jaar.